Ieder jaar in de lente maken wij, of komen wij berkensap oogsten. Berkensap wordt geoogst in het bos zelf. Met een kleine boor maken wij een gaatje in de berk, waarbij wij het berkensap oogsten in de fles onmiddellijk. Dat berkensap wordt eigenlijk al jaren gedurende de historie geoogst omwille van de zuiveringskuur in het voorjaar. In het voorjaar gaan we dus echt ons lichaam gaan zuiveren. Berkensap is daar een belangrijke bron voor. We gaan die gaan gebruiken om ons lichaam te zuiveren, ontgiften, terzelfdertijd mineralen aanvullen in ons lichaam, toxines afdrijven, onze urinewegen gaan stimuleren, de guit gaan bevorderen voor een zuivere guit te krijgen. Extra energie, want door heel veel toxines krijgen we heel veel of worden we vermoeid. Dat zijn de eerste oorzaken van te veel toxines. Dat is vermoeidheid, dat is een vale huid, geen zuivere huid meer krijgen. 'S morgens futloos opstaan, niet kunnen lachen, geen energie hebben om de dag door te maken. En door eigenlijk een zuiveringskuur te gaan doen met berkensap, gaan we echt die energie terugkrijgen. Gaan we onze huid gaan gezond maken? We kunnen beter eten, onze voeding verteert beter. En tegelijkertijd gaan we onze gezondheid algemeen bevorderen om de zomer tegemoet te gaan.